het gaat echt gebeuren. Rick aan de Minecraft. Noobcraft. Jongens, meiden, opa's, moeders, oma's, niffo's. Dit wordt de beste Minecraft-serie die je ooit hebt gezien op YouTube. En waarom wordt dit de beste serie? Omdat ik een freaking noob ben die nog nooit van zijn leven Minecraft heeft gespeeld. Welkom bij Noobcraft. En dit wordt mijn wereld. Noob World. Willen jullie vaker Noobcraft? Dan wil ik minimaal 400 duimpjes op deze video. En ik weet het, dat is veel. Maar als jullie Noobcraft willen, dan hebben jullie dat ervoor over. Oh snap! Ik kijk voor het eerst rond in Minecraft. What? Hoe is jouw hand? Dit is mijn hand in Minecraft. Ah! Ik vind Minecraft nu al niet meer logisch, jongens. Oh ja, ik heb trouwens Luigi. Maar dit is niet de echte Luigi. Dit is de broer van Luigi. Oh! Wat? Ga naar boven. Ik verzuip. Wat gebeurt er, man? Oké, geef me een blok. Geef me een blok. Ja! Oké, hoe plaats ik een blok? ZL. Top. Hoe spring ik? Zo, oké, top. En dan spring. Ja, oké. We zijn eruit, jongens. Dit is mijn wereld. Dit is noobwereld. Moet ik dit doen? Oké, was dit de tutorial Minecraft of zo? Anyway, dit is mijn character. Je ziet het een Luigi skin, maar ik noem hem Koos. Waarom Koos? Omdat ik die naam net koos. Alles goed, Koos? Oké, het ding met Minecraft is dat ik totaal geen idee heb wat het doel van Minecraft is. Ik bedoel, oh, ik heb een bloemetje. Ja, oké, nu hebben we een bloemetje. En met bloemetje sla ik een ander bloemetje. En nog een bloemetje. Ik denk dat Minecraft draait om wat de naam zegt. Mijnen, dus graven, mijnen. En craften, dus dingen maken, bouwen ofzo. En meestal een van de eerste dingen die je moet hebben is hout. Dus laten we met een bloem gewoon even deze boom kapot maken. Mam, ik heb een superbloem, jongen. De vuurbloem van Mario is er niks bij, want ik ben Koos Luigi. En Koos Luigi heeft zijn eigen bloemen waarmee die dingen kan slopen. Hoppa, ik heb 3 hout. Kan ik dingen met 3 hout? Hoe craft je eigenlijk? En waarom loop ik zo langzaam? Was ik aan het bukken? Het is wel een mooi eilandje dit trouwens. Oh, kijk, waterval. Allemachtig, wat prachtig. Is dit een grot? Zijn hier spoken? Spoken? Kan ik daar naartoe? Wat? Laat me in deze grot. Oh, wat? Ik heb hout verkregen. Ik speelde trouwens op de Nintendo Switch, hè? Dat je het even weet. Ik heb hem alleen gekoppeld aan mijn Microsoft account, waardoor ik dus blijkbaar ook achievements en zo kan halen. Oh, hier is niks. Nou, oké, dan niet. Geen idee waarom ik hier ben. Mag ik mijn hout terug? Ik wil mijn hout terug. Ik sla hout met hout. Koos, pas op dat je geen splinters in je vingers krijgt, jongen. Ik wil even kijken of hier vis is, want je moet denk ik ook eten in Minecraft, lijkt mij. Geen vis? Nee? Gun mij vis. Waarom? Spring hierop. Spring! Kom nou! Waarom kan ik hier niet gewoon... Spring nou! Hoppa, nog een achievement. Hoppakee, dit gaat lekker, jongens. Je ziet het? Ik heb die Minecraft pro skills, jongen. Ik ben natuurtalent. Mop, wat zie ik daar? Is dat een beest? Dat is een beest, hè? Wat is dat? Is het een... Het is een konijntje. Ah, konijntje. Ik heb honger. Mag ik? Ah. Ik heb konijnenvel of zo. Nou. Oh, nog meer eten. Eten. Schapie, eten. Hoppa, ik sla je met de konijnen uit, schapie. Oh, ja, nu heb ik vlees. Nice, lekker vleesje. Oké, maar ik heb meer hout nodig, heb ik het gevoel. En hier nog meer hout, jongen. Geef me hout, ik wil dingen maken. Ik denk namelijk dat ik wel wapens ook nodig heb. Want een van de tips die ik heb gekregen van jullie is... Bouw een huis. Voor de nacht. Want in de nacht komen monsters. Dus even kijken, hoe moet ik dan craften? Niet zo. Niet zo. Oh, dus zo gooi ik iets weg, dat wil ik niet. Zo verander ik mijn camera. Volgens mij was dit het schermpje waar je dingen kan bouwen. Kan ik? Nee, hier kan ik niks van maken. Wat kan ik er? Hoe? Nee, dat gaat ook niet. Wat is daar? Dat is een koe, jongen. Wat heb ik nodig om een wapen te maken dan? Hoe moet ik dat überhaupt weten? Wie helpt mij? Wie helpt mij? Hoe moet ik een zwaard of een stok of een weet ik veel wat? Een knuppel. Hoe moet ik dat maken? Ik loop hier een beetje rond. In een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen te slapen. De wereld is stil. En dan denk ik aan Minecraft. Of weet ik veel. La 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 la
La la la la la la la la la la. Hoe maak ik nou een wapen? Ik weet het niet. En ik hak nog een boom om, want die had verdriet. Ja jongens, help me dan een beetje joh. Ik heb dit spel toch nog nooit gespeeld. Ik vind het al knap dat ik überhaupt materials kan krijgen zonder hulp. Nog meer beesten, koeien. Of is het een stier? Ik heb hem in ieder geval kapot gemaakt en ik heb nog meer vlees. Aan eten heb ik in ieder geval niet te komen. Oh, een huis! Daar is een huis! Ik hoef helemaal geen huis te bouwen! Daar is een huis en ik heb een... Oh, heb ik een achievement voor koeiendoder. De game nodig je dus gewoon aan om dieren te slachten, hè? Dat kan echt niet. Maar hier is een huis. Ja, ik hoef niks te doen, jongen. Ik hoef geen eens een huis te bouwen. Ik moet alleen even een trappetje naar boven bouwen. Of kan ik gewoon lekker hier zo onder de boom door? En ja, kijk. Dit is mijn huis. Dips. Ja, dank u wel. Hoe ga ik naar binnen? Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Hallo? Hoe ga ik naar binnen dan? Het is bijna avond. Ja, het is bijna avond en ik heb een huis gevonden. Oh, wat een timing. Ik zei toch dat ik Minecraft pro was? Laten we even kijken. Dit is een... Wat is dit? Openen. Oh nee, andere openen. Wat, hey, wat is dit? Onbekende kaart. Gun mij. Onbekende kaart. En nog een onbekende kaart. Ik wil die kaarten. En wat zit hierin? Papier. Wat kan ik met die onbekende kaarten dan? Oh, dit is een map. En wat staat er op die map dan? Ik heb hier nog een map. Het zijn dezelfde mappen. Maar het is wel nacht. En ik hoor geluiden buiten. Coach, kijk uit. Kijk uit. De schaapjes worden geslacht. Waar zijn de monsters dan? Wat is dat? Is dat een monster? Hallo? Oh, nee, dat is gewoon een big... Dit is een heel dorp! Ik heb gewoon een dorp gevonden! What? Ja, jongen. Ik vind... Wat is dat? Dat is een beest. Oh, nee. Kijk uit. Dat is een lynx of zo. Of is het een kat? Wat is dat? Daar lopen dingen met rode ogen. Zijn dat monsters? Dat zijn spinnen, hè? Freaking spiders. Pas op, Koos. Je moet niet naar die spinnen toe. Ga hier naar binnen. Ja, goed zo. Deurtje dicht. Deurtje dicht, Koos. Koos! Goed zo, deurtje dicht. Is hier iets? Kijk, hier is nog een kist. Eens even kijken. Oh, hier zit allemaal brood in. Lekker hoor. Doe gewoon al die brood op een stapel. Hoppa, lekker. Dan heb ik tenminste genoeg eten voor de komende dagen. Oké, maar zo te zien heb ik nog niet zo heel veel honger. Dus dat scheelt. Pas op, Koos. Snel deurtje dicht. Volgende huisje. Ja, goed zo. Top. Ja, nice. Ja, hier zit een zwaard. Oh, een ijzeren zwaard. Yes. Ik heb mijn eerste Minecraft wapen. En ik heb hem niet eens zelf gemaakt. En er zaten ook nog ijzeren laarzen en een ijzeren helm in. Dit is een warrior, jongen. Dit is een huis van de warrior. Dit moet ik ook aandoen. Kijk. Oh, kijk hem. Ijzeren helmpie. Koos, je wordt een baas. Je wordt een echte baas. Hoppa, ik heb een ijzeren zwaard. Ik kan iedereen aan, jongen. Kom dan. Wel even deurtje dicht. Wat is dit? Oh. Oh. Volgens mij is die koe bang dat hij hier in de lava belandt of zo. Dat hij gekookt wordt. Hey, mooi fonteintje dit, man. Oeh, ik heb wel echt een mooie basis gevonden, jongens. Ik weet niet of dit normaal is voor Minecraft, maar hey. Ik ben die explorer, jongen. Ik ben explorer Koos met een mooi zwaardje. Een mooie helm. We checken al die huisjes, jongen. Hetzelfde geld zitten nog meer goede shit hier zo. Oh, 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 creeper, creepertje piepertje. Nee. Ik ga niet dood in mijn allereerste aflevering van Noobcraft. Dat gaat niet gebeuren, creepertje. Nee. Hallo? Waar ben je? Oh, daar. Nee. You know, come to my house. Nee, hallo. Jij komt niet hier, jongen. Jij zoekt het maar lekker uit. Hallo? Oh, hij gaat weg. Top. Hij gaat weg. Oeh, daar zijn nog veel meer huizen! Ik heb echt... Oh, daar is ook een magier of zo, jongen. Zag je dat? Oh, spinnen! Wat is dat? Oké, er zijn echt te veel monsters hier. Er zijn te veel monsters. Kom op, deur dicht. Oké, dit is mijn... Hallo? Dorpsbewoner! Hallo? Hallo, meneer. Oh, jullie gaan nog even slapen? Oké, is goed. Ja, er zijn een beetje monsters hier buiten. En... Dat is best wel... niet relaxed, eigenlijk. Ik schrok.
Ik dacht dat die man een monster was. Wat ga je... Kijk, ze battelen! Ze staan in de fik! Ze staan helemaal... Is die dood? Is de dorpsbewoner dood? Nee, toch? Dat kan niet. Dat kan niet zo snel, jongen. Oh, oh, oh. Wacht, wacht. Wat is dat voor een of andere... De gigantische reus of zo, man. Hoort hij in het dorp? Nee, hè? Je hoort sowieso niet in het dorp, jongen. Ik wil helemaal niet battelen, jongen. Hallo, dorpsbewoner. Ik heb iemand zijn armor gepikt. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden. Want jullie warrior heeft nu geen armor meer. Hier is het laatste huisje. Hier is ook niks. Oké, ik had wel echt de beste loot in het begin. Maar ik weet nog steeds niet hoe ik bouw. Dus als jullie mij gewoon even gaan helpen. En in de comments droppen hoe ik zwaarden en wapens en allerlei andere handige dingen maak. Dan gaan we dit Noobcraft avontuur samen met z'n allen aan. En dan hoop ik dat het binnenkort geen Noobcraft meer is, maar Procraft ofzo. Want ik weet niet wat ik nog moet doen, joh. Kijk, ik kan dingen gaan hakken. Hier, meer hout. Maar hier heb ik toch een bel voor nodig eigenlijk. En geen zwaard. Met een zwaard vecht je en met een bel hak je. Oh, ik heb ondertussen wel honger gekregen, zo te zien. Rauw schapenvlees lijkt me niet heel slim om te eten. Laat ik een broodje eten. Eten. ZL. Oké, dat is deze knop. Ja, eet broodje. Goed zo. Nog één. Toppie. Oké, mijn honger is weer gestild. Ik kan nu weer dingen gaan doen. Maar ja, wat ik moet doen, weet ik niet. Want ik weet niet zo goed wat de bedoeling is. Ik heb hier al een supergoeie basis, man. Hoe bedoel je? Moet ik nou nog zelf ook een stad gaan bouwen als hier al een stad staat? Dat hoeft toch helemaal niet? Wat is het doel van Minecraft? Volgens mij moet je in Minecraft echt een beetje zelf verzinnen wat je gaat doen, toch? Of niet? Ik heb totaal geen idee. Ik ben officieel de grootste noob van Nederland, Europa en de hele wereld en het universum in Minecraft. Ik loop maar wat rond en ik heb geen idee wat ik doe. Oh, wat is dat? Is dat een dino? Of is het gewoon een plantje? Zo, dit leek net een kleine dinosaurus, jongen. Kijk dan. Ik vind dit net een kleine dinosaurus. Hij lijkt ook een beetje op Sandshrew gewoon. Maar het is gewoon een plantje. Oh, dit is grappig. Oké, kippen eten. Kippen eten. Kippies. Nom, Kentucky Fried Chicken. Oké, hier is meer water. Ja, ik moet wel een beetje bij mijn baas in de buurt blijven, jongens. Want anders ga ik s'nachts keihard dood. Ik weet nog ineens hoe ik dingen moet bouwen en doen. Ik kan wel alleen dieren slachten. En dan heb ik rauw vlees. Had ik deze kant van het dorp ook gehad? Ik denk het wel, hè. Wat is dit? Ik heb iets gepakt. Ik weet niet wat. Oké, hier is alleen een bed. Hier is ook alleen een bed. Oké, Koos. Ik vind dat je het goed hebt gedaan. Ik vind het knap dat jij gewoon een hele dag hebt overleefd hier in Minecraft. Zonder dat je überhaupt weet hoe de controls werken en wat het doel van het spel is. Ik vind het knap, hoor. Ik vind het super knap, Koosie. Nu alleen nog even uitvinden hoe wij zelf dingen gaan maken. Dat kan wel met deze knop. Oh, kijk. Een werkbank. Ik kan een werkbank maken. Wacht even. Als ik nou terug ga naar het dorp en daar ergens even mijn werkbank neerzet. Misschien kan ik dan voortaan gewoon een toffe shit maken of zo. Ik vind dit op zich wel een relaxed huisje. Zo helemaal bovenaan. Uit het juiste hout gesneden. Hoppakee. Nog een achievementje. En dan kan ik die werkbank waarschijnlijk wel hier ergens neerzetten. Oh. Nee. Kan ik werkbank nu slopen en oppakken? Het staat niet zo mooi, hè? Wacht, we gaan toch even voor een iets groter huis. Ik heb de ruimte nodig voor mijn werkbank. Hallo, dorpsbewoners. Dit is wel een mooi huisje misschien. Of is het ook niet groot genoeg, hè? Hey, kunnen jullie niet even wat grotere huisjes bouwen voor mij? Ik kom jullie helpen hier, hè, in jullie dorp. Ik bedoel, ik ben hier niet voor niks. Wil ik ook wel een lekker groot huis... Oké, dat huisje daar. Ja, maar daar slapen zij zelf ook. Nou ja, misschien maar goed. Dan kunnen we met z'n allen daar zo chillen. Dikke visas geven en zo. Oké, ja, hier heb ik plek zat. Werkbankie. Gaan we die gewoon lekker een beetje hier in de midden neerzetten? Kijk, top, werkbank. Wat kunnen we hier doen dan op de werkbank? Gebruiken met ZL. Kijk. Oh, dit geeft gewoon aan hoe ik dingen kan maken. Oké, vuurwerkraket. Rookoven wil je eigenlijk ook wel. Maar dan moet je dus blijkbaar eerst een gewone oven maken of zo. En hout moet je hebben. Oké. Maar er staat niet echt bij hoe ik wapens moet maken. Gouden appel? Hoe kan ik goud krijgen dan? Oké, van konijnenvellen kan je op een gegeven moment dus allerlei armor en zo maken. Leren paardenpanzen. Kan je ook paarden krijgen? Wauw. Oh, kijk. Hier kun je dus blijkbaar pijlen. Nou, ik weet nog niet dus hoe ik wapens moet maken. Oké, dat maakt niet uit. Ik ga gewoon allerlei dingen verzamelen, joh. Hé? Oh, kijk, hier staat gewoon een paard, joh. Daar kan ik op. Wat? Hallo, paard. Oh, wacht. De paard doet alleen zijn eigen zin. Waarom kan ik niet gewoon op het paard blijven zitten, joh? Oké, dan niet. Blijkbaar ben ik geen goede paardrijder.
Maar Koos, ik vind dat jij het super goed hebt gedaan, man, voor deze eerste aflevering. En ik hoop dat jullie het ook een leuke eerste aflevering vonden van Noobcraft. Een grotere noob in Minecraft ga je niet vinden op YouTube, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je wilt dat ik beter word in Minecraft. En als jullie me daarbij gaan helpen, bij de 400 duimpjes omhoog, ga ik nog een aflevering maken van Noobcraft. Dus als je dat wil, dan weet je wat jullie te doen staat. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo, Pokémon en Mario Maker video's. En wil je me live zien gamen op Twitch? Dan kan dat ook. Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. En misschien is dat wel Noobcraft.